voorzitter. Binnenkort komt Brussel met nieuwe Europese belastingen. Waarom? Omdat Next Generation EU, het zogenaamde corona-herstelfonds, betaald moet worden. Waarom was dit fonds ook alweer nodig? Omdat de EU moet groeien. En waarom moet de EU groeien? Omdat de enorme budgetten voor bureaucratie, klimaat en de fondsen voor Zuid-Europa niet omlaag mogen. En waarom niet? Omdat de EU anders moet inkrimpen. En waarom mag dat niet? Omdat de EU dan macht verliest. Maar door de hogere rente is het nog duurder geworden voor de EU om te lenen. Dus moet er nog meer geld naar Brussel toe. En raad eens bij wie dat wordt opgehaald? Bij de mensen thuis, uiteraard. En daarom worden er nieuwe belastingen geïntroduceerd. Voorzitter, de miljarden van het Next Generation EU zijn nog niet eens opgehaald, laat staan uitgegeven. Tijd om met het fonds te stoppen, voordat het helemaal te laat is.